Interim-minister van Volksgezondheid, Krishna Kumari Mathura, verklapte gisteren dat het Acconi-ziekenhuis in fases zal worden opgestart. Tijdens de vergadering in de Nationale Assemblee gaf minister Mathura de details over deze plannen. Het belangrijkste waar nu aan gewerkt wordt is het inlopen van achterstanden in betaling, het plaatsen van een generator, het aantrekken van personeel. De eerste fase zal bestaan uit een spoedpost, een apotheek en een ambulancedienst. Mathura zegt dat de werkzaamheden bij het ziekenhuis al in volle gang zijn. Vorig jaar bracht een delegatie onder leiding van assembleevoorzitter Marinus B. een bezoek aan het ziekenhuis, waaruit bleek dat een aantal zaken nog in orde gemaakt moesten worden, alvorens de ziekeninstelling operationeel kon worden gesteld. Enkele lokale bewoners gaven te kennen dat er enkele keren was ingebroken, waardoor goederen opnieuw moesten worden gekocht. B. beloofde de gemeenschap dat de regering zou vechten om middelen vrij te krijgen om het project te laten vlotten.